Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over lasergraveren. De laatste tijd valt het me best zwaar om nieuwe topics tevoorschijn te krijgen. Want ik heb nu al wel zoveel video's over lasergraveren gemaakt, dat nieuwe onderwerpen niet altijd even makkelijk te vinden zijn. Vandaag gaan we dan ook weer een keer teruggrijpen op een wat ouder project wat ik al eerder gedaan heb. En wat ik daarvoor gebruik zijn canvasplaten, dus niet echt een schilderscanvas, maar het is meer een kartonnen plaat met schilderscanvas erop geplakt. En die kun je kopen bij de Action. Soms hebben ze niet op voorraad als iedereen in één keer heel creatief is, maar soms ook wel. En ik ga vandaag platen gebruiken van, ik dacht 25 bij 30 centimeter, dacht ik dat ze zijn. En die ga ik voorzien van een afbeelding. Dan zul je zeggen van ja, maar goed, dat is dan weer een foto van een kleinkind of weet ik wat. Ja, dat kan, maar dat kan natuurlijk veel meer. En dat is eigenlijk waar ik vandaag ook een beetje naartoe wil. Ik kom uit Arnhem en vast ook voor jouw plaats zijn er oude ansichtkaarten te vinden. Ansichtkaarten van misschien wel rond het jaar 1900, zoals in mijn geval. In mijn geval ga ik dan ook een ansichtkaart printen van de Ziepse Poort in Arnhem. En die ansichtkaart die moet dus van rond 1900 stammen. Maar wat je ook zou kunnen doen is als je bijvoorbeeld echt van muziek houdt. Bijvoorbeeld platenalbums, plaatjes, afbeeldingen van platenalbums. Want ze hebben bij de Action ook 25 bij 25 centimeter. En dat betekent dat je gewoon een vierkante plaat hebt. Afbeeldingen zijn dus te verkrijgen in de verschillende, in de meest verschillende sectoren wat je maar wilt. Je kunt dieren, je kunt familie. Foto's die je zelf gemaakt hebt. Of misschien een mooie natuurfoto die je vanaf het internet kunt downloaden. Maar zoals ik dus nu ga doen, ansichtkaart, oude ansichtkaart van mijn stad Arnhem. Net als dat ik dat heb gedaan met die tegels, oude ansichtkaarten van de stad, van het dorp, eigenlijk is dat een dorp, Capellen in België. Maar deze gaat uit Arnhem komen en die ga ik dus op canvas lezen. Het wordt natuurlijk zwart-wit, maar dat waren de foto's toen ook, dus dat is geen probleem natuurlijk. We gaan zometeen beginnen en het eerste wat we daarin gaan doen, we gaan via Imgur de afbeelding bewerken. Veel plezier bij het kijken, tot zo. Om de ansichtkaart laserbaar te maken, zullen we hem moeten bewerken en in het negatief moeten plaatsen. Ik gebruik daarvoor de website www.imag-r.com. Ik gebruik hem wel vaker in mijn video's, dus je zult hem in meerdere video's tegenkomen. Het is een gratis website, er staat wel allerlei reclame op, maar laat je daar niet door in de boot nemen. Als we naar beneden gaan scrollen op die website, even doen, dan komen we hier eigenlijk het verhaal tegen, de stappen, upload en drag your video en dat soort dingen meer. En daaronder staan de knoppen, dus we beginnen met het uploaden van de foto. Dus we gaan de foto erbij halen, even kijken, deze. En zodra we dit scherm zien, zouden we ook alweer naar beneden moeten kunnen om de foto te gaan bekijken. Daar is die. Deze foto die willen we eigenlijk op die plaat hebben. Mocht je nou iets van vierkant nodig hebben, dan kun je de optie crop gebruiken. Want dan kan je heel gemakkelijk hieronder gaan zeggen dat je een square wilt hebben. Maar in ons geval hoeft het eigenlijk niet. Want in het volgende scherm kan ik ook simpelweg de maten aanpassen. En dat ga ik dan ook doen. Ik ga naar resize. Ik zet hem op millimeters. En ik weet dat het 300 bij 200 is. Dus ik zet hem op width 300. En hij verandert automatisch naar 200. En waarom? Omdat hij een fixed aspect ratio heeft. Oftewel, hij wordt gelijkmatig verkleind dan wel vergroot. Ik verander wel de dpi, die staat op 72, is relatief laag. Mijn laser kan 254 aan en dat betekent, dat is iets minder trouwens dan de Autolaser Master 2, dat is wel verrassend, maar je ziet het verschil niet heel echt. 254 dpi, dots per inch, dat wil dus zeggen hoeveel lijnen kun je per inch laseren. Nou, je snapt, hoe meer lijnen, hoe duidelijker de afbeelding gaat worden. Het is alleen zo dat als je laser niet meer dan 254 aan kan, heeft het geen zin en duurt het alleen maar langer voor Jan met de korte achternaam. Dus dat is een zinloze aangelegenheid. We drukken op OK. Hij is nu aan het resizen, zoals het heet. En we zien dan aan de linkerkant een Advanced tab tevoorschijn komen met Mirror, Invert, Gamma Adjustment, Contrast, Brightness en Sharpen.
We gaan even naar de foto's toe. Rechts is dat wat eruit komt. Links is wat we erin doen, zeg maar, als het ware. Dus wat we nu gaan doen, we gaan zorgen dat er een behoorlijk contrast gaat komen. Zo hoog mogelijk. Ja, niet te gek maken. Maar laten we deze voor de grap eens 25 of zo gaan meegeven. Even kijken, 25. Hoppatee. Heb je even nodig om dat te berekenen. Maar je ziet de foto donkerder worden. Dat is interessant, want hoe meer contrast die heeft, hoe makkelijker die afbeelding gelezen kan worden, zullen we gaan zien. We pakken toch ook wel even de brightness erbij en die zet ik even op 10. Want zo heel donker willen we het nu ook weer niet hebben, maar we willen wel contrast hebben. Nou, ik weet niet of je dat heel goed kunt zien op de video, maar de rechter heeft duidelijk meer contrast dan de linker. Ik doe ook altijd nog even het sharpen erbij doen. Sharpen, ja, dat kun je... Ja, wat die R-waarde is, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik pak altijd procenten. Ik zeg iets van 25% scherper maken. Ik doe apply. Niet dat dat nou heel veel scherper is, maar het heeft net dat die softe randjes een beetje harder geworden zijn, zeg maar. Oké, als ik dat gedaan heb en ik ben tevreden met mijn resultaat van mijn foto, het is nogmaals, u mag dat zelf weten natuurlijk hoe u dat doet, maar het is wel zo dat de contrast heel erg helpt. Dan gaan we naar materiaal, naar material. En daarbij kiezen we voor de Norton methode. En dat is de Norton methode White Tile Painted Black. Er staat hier namelijk nergens tussen Canvas Claim Painted Black. Dus we kiezen eigenlijk de tegel methode waarbij de tegel zwart geschilderd wordt. White Tile Painted Black. We klikken op OK. En wat er gaat gebeuren zullen we zo meteen zien. De foto gaat dit negatief terechtkomen. En nog steeds die Advanced tab aan de linkerkant. Zodat je zeg maar ook dat nog weer even zou kunnen aanpassen. He, want we moeten hier dus een behoorlijk contrast zien. Nou, ik ben hier wel tevreden mee. Ik ga dit downloaden normaal gesproken. Je doet dat normaal gesproken als PNG bestand. Dat is het bestand waarin het meeste bewaard wordt. Zeg maar. JPG is goed, maar niet het beste. BNP al helemaal niet. Dat is een bitmap. En als ik dat gedownload heb, dan kan ik dit sluiten. En zometeen naar Lightburn gaan. Om dit te gaan bewerken. Zo, in Lightburn aangekomen is het eerste wat we altijd doen, is een kader maken met het formaat van datgene wat we gaan gebruiken om op te laseren. Nou, dat is dus een plaat van 25 bij 30. Ik teken gewoon een vierkant of een rechthoek en ik zet hem op de T1-lijn. Dat is namelijk ons hulpmiddel, oftewel de toolpad. Dat ding heet eigenlijk een toolpad. Ik ga vervolgens kijken hier bij de maten bovenin. Ik verander de breedte. In 300, want dat is de maximale breedte in dit geval. En hoog is die 250. Voilà. Vervolgens selecteer ik dat rechthoek. En ik druk op het kruisje hier rechtsboven met het rode stipje. Om die rechthoek te centreren. Kind kan de was doen. Dan gaan we importeren via de knop van links. We gaan die afbeelding, die zwart-wit afbeelding van zojuist. Dus we gaan die ZIP support, deze hier. Die gaan we importeren. Voilà, daar is die. En hij staat ook al gelijk in het centrum. Als hij dat niet staat, dan doen we hetzelfde. Dan selecteren we hem en we zetten hem met dat rode kruisje, met dat rode stipje in het midden, in het centrum neer. Qua settings kan ik nu alvast zeggen wat we gaan doen. Ik ga u dat laten zien. Dit geldt wel voor mijn Ortolaser Master 3. Als u een andere laser heeft, dan kunnen dat andere instellingen zijn. Laat me daar duidelijk in zijn. Snelheid millimeters per minuut is 8000 mm per minuut. Maximaal vermogen 10%, er is geen minimaal vermogen. Ik laat hem altijd overscannen, 4%, en ik doe altijd in 90 graden laseren. Dat wil zeggen van boven naar beneden, van boven naar beneden. En wat heel erg belangrijk is bij dit soort zaken, is dat u pas true aanvinkt. In dat geval namelijk gebruikt hij de settings die wij straks in Imager hebben gedaan. Zou je dit nu niet doen, is dat contrast, alles wat je hebt zitten aanpassen aan contrast en brightness en gamma en sharpen, dat is allemaal weg. Ja? Vandaar die pass-through. Je stelt verder niets in. Niks, geen afbeeldingsmodus, aantal keren, allemaal niet nodig. We geven hem die 8000 bij 10 en daarmee gaan we hem laseren, maar zonder R-assist. We gaan langzaam maar zeker richting de laser en dan, nou, dan gaan we het zien. Nou, om deze ansichtkaart, deze afbeelding op canvas aan te brengen, doen we eerst het canvas één keer met witte grondverf spuiten. Daarna twee keer met mat zwarte verf. Dit is de toestand waarin die dan is, zoals we hem hier nu zien. En dit kunnen we gaan laseren.
Zorg dat je niet je air assist aan hebt staan, want dan blaast hij al het stof wat hij eraf lasert, blaast hij als het ware over het ding heen. Ga ook niet met een kwastje of zo erop, maar probeer het met iets van een compressor te doen, met iets van lucht om het schoon te spuiten na afloop. Dit gaat op de laser en dan gaan we zien wat hier uitkomt. Zoals we kunnen zien is onze gelaserde plaat klaar, maar hij moet nog nabewerkt worden. Het mogen duidelijk zijn dat vooraf, voordat je dit kunt gaan laseren, je natuurlijk moet kaderen en de hoogte goed in moet stellen. Dus je moet focussen, niet te vergeten. Oppassen als we nu die plaat gaan pakken, want daar ligt nog vuil op. Zeg maar dat wat hij eraf gelaserd heeft, dat willen we graag niet op onze afbeelding hebben. Dus ik ga de platen voorzichtig uithalen. Dan haal ik mijn aircompressor erbij en spuit met lucht die vuile partikels van deze plaat af. En daarna is de laatste stap die ik uitvoer is een laag met transparante lak. En als dat klaar is, dan kom ik bij je terug om het eindresultaat te laten zien. En zie hier het eindresultaat. Het mag er echt wezen. En zo kan je dus allerlei soorten foto's, het zij ansichtkaarten, het zij een foto van je favoriete popalbum, misschien wel je popidool, misschien wel foto's van je stad die je zelf maakt, van je familie of wat dan ook. Je fantasie is de grens en dat wil ik je hierin meegeven. Tot de volgende keer. Daag.